voorstellen wie jullie zijn. Mijn naam is Jordi ten Klei, ik werk als teammanager bij Werkzaak. En ik ben Mark Ruijs, ik ben manager werkzoekende en werkgeversdienstverlening bij UWV. En jullie gaan aan de slag met een perspectief op werk project. Kunnen jullie kort vertellen wat jullie gaan doen? Ja, zeker. We willen met dit project mensen die in de WW zitten meer gaan vertellen over wat het betekent als je te maken krijgt met een inkomensdaling. Wat komt er op je af? Wat verandert er? Welke kansen zijn er ook? Dat willen we ze gaan vertellen. En we willen dat ook aanvullen met een belastingconsulent die één op één met de mensen gaat kijken. Hoe ziet nu jouw belasting eruit? Heb je misschien nog recht op zaken of niet? Zodat mensen de deur uitgaan met een juiste belastingaangifte. Ja, en daarnaast willen we ook nog een bijeenkomst organiseren voor de betrokken partijen in de vorm van een kenniscollege om ook kennis over te dragen in het kader van schuldenproblematiek. Okay, het is echt voor professionals. Absoluut, ja. Okay. Hoeveel mensen denken jullie ongeveer te bereiken met die bijeenkomsten? We hopen dat wij in ieder geval 100 mensen kunnen bereiken. Oké, dus heeft de inwoners die te maken krijgen met de inkomensdaling. Ja. Waar krijg ik nou eigenlijk energie van met betrekking tot dit project? Nou, sowieso van de samenwerking. Ik denk dat het heel goed is dat we daar samen optrekken in de gezamenlijkheid met elkaar. En natuurlijk om de klantengroep goed te kunnen helpen. Ja, daar sluit ik me echt bij aan. Ja. Zie je nog uitdagingen? Nou, ik denk wat wel een grote uitdaging is als je het over het thema schulden hebt, dat die echt op de agenda staat. Want door schulden, het gevolg daarvan kan zijn dat mensen niet verder komen. Dat ze echt vastlopen, door stress. Dat zit onder andere ook in de kennissessie. Wat doet stress met mensen en hoe kan je daar dus je dienstverlening op aanpassen? En dat geldt nu niet alleen voor dit project, maar dat geldt ook voor alle partners in deze regio. Hoe zet je je eigen dienstverlening in vanuit de bril? Iemand kan ook schulden hebben en daardoor heel veel zorgen. De uitdaging is dat het ook moeilijk zal zijn om mensen hier te krijgen. Hè? Want rondom schulden hangt ook vaak schaamte bij mensen. Hè? Dus hoe krijg je mensen zo ver om zich open te stellen voor hetgeen wat we aanbieden en om daar zelf ook open over te zijn. Dus daar zullen we ook zeker op in moeten zetten om die groepen ook hier te kunnen krijgen. Oké, dankjewel voor de update van jullie project. Graag gedaan. Graag gedaan.